voor mensen die kampen met een psychose is volstrekt ontoereikend. Tot die conclusie komt de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën na een groot onderzoek bij GGZ-instellingen. In Nederland worden in totaal zo'n 100.000 mensen behandeld voor een psychose en maar een klein deel krijgt de juiste zorg. Nou, als je het vergelijkt met de kankerzorg en 75% van de patiënten met kanker krijgt een belangrijke standaardbehandeling niet geboden, ja, dan zou Nederland woedend zijn. Verwarde mensen. Regelmatig duiken ze op in het nieuws. Volgens het onderzoek krijgen de mensen die wel behandeld worden dit bovendien ook nog eens voor het grootste deel van onvoldoende opgeleide specialisten. Deze therapie is ingewikkeld. Je moet goed kunnen rekening houden met andere klachten die mensen ook hebben. Want psychose komt zelden alleen. Mensen hebben ook trauma of andere problemen, depressie. Dus je moet dat goed kunnen integreren in een goede psychotherapie. Dan heb je hoogopgeleide mensen nodig en die hebben we niet. Hi, hey, Tony. Welkom. Robert is een van de mensen die wel een goede begeleiding kreeg. Hij kampte met verschijnselen van schizofrenie en het praten met een psycholoog was van onschatbare waarde. De psycholoog is in mijn ogen essentieel voor een volledige behandeling. Waar de medicijnen zeg maar je echt je gevoel kan loskoppelen, het gesprek kan echt je gedachten erover loskoppelen. En daarmee kan je dus voorkomen dat je op lange termijn meer klachten ontwikkelt. En de echt zware gevallen kunnen voor veel ellende zorgen. Zoals in 2014 toen Els Borst thuis door een psychiatrisch patiënt werd vermoord. Toch staan die excessen volgens Staring niet symbool voor het probleem. Dat is duidelijk een hele kleine minderheid. Mensen met psychose zijn veel vaker en veel meer slachtoffer van geweld dan dader van geweld. En de lijdensdruk met deze onderbehandeling is veel groter en nog een veel groter probleem dan een aantal verwarde mensen op straat. Wat ook een probleem is, maar dit is nog een veel groter probleem.